Angel Voices. En snel, even snel een Q&A'tje. Vond je het leuk om deze video's te kijken, mijn vlogs te kijken, Twitter's te kijken, mijn livestream te kijken? Vergeet niet te liken, te abonneren. Stefan, volg je wel eens? Ja, elke week, zeker. Elke week probeer ik te vloggen. Niets van de thuisvlogs en de goede dingen en positiviteit video's, jazeker. Dat is gekookt. 3-4 jaar geleden. Ik laat van me voor ons koken. Ik ben er niet zo van te koken. Doe ook dingen in het huishouden. Jazeker. Zeker. Heb je op dit moment een relatie? En zo ja, heb je er behoefte aan? Ja, ik heb daar behoefte aan, maar ik heb het nog op dit moment niet. Komt goed. Hoe doe je dat met geloof en social media combineren? Nou, gewoon content maken met geloof. En het normale leven ook gewoon houden. Heb je al veel optreden met beatbox? Jazeker, heel veel optreden. Heb je goede schrik met vloggen en vind je het leuk om bekend in Wageningen te zijn en op te treden? Jazeker, vind ik heel leuk. Vind je leuk aan de reacties en likes van meiden, van jongeren als je leuk begroet of je video's leuk vinden? Ja hoor. Ben je goed in voetbal? En zo ja, wat speel je? Spits en keeper doe ik. En dan kan ik op zich aardig voetballen, ja. Hou je van eten? Dat lekker warm is? En het overmacht omkomt, zoals kaaspizza's of zo. En dan de kapper of barbesessie. Mijn broer, barbesessie, ja. Dan ook vragen in, zit op Insta, TikTok en allerlei van. Heb je ook wel eens gezoend? Ik heb vroeger wel eens gezoend, ja. Hele post terug al. Heb je ook relaties gehad? Jazeker. Heb ik heel veel liefdeservaring mee gehad, hartstikke nice. Heb je goede schrik met je leven, met je dingen nu? Ik zie jou, hè. Wie staat bij jou op nummer 1? God natuurlijk. En daarnaast mensennetwerk, familie. En gewoon liefde en kracht en zo. Inspiratie en tekenen, beatbox en rappen vandaan. Uit geloof. En dingen die me inspireren om tekst en liederen te maken. Ik doe al een hip-hop, sinds het half al. Ja. En vaak live in het weekend, regelmatig. Af en toe wel, ja. Zeker. Het was een hele korte livestream, de Q&A. Maar ik dacht, het was voor deze keer tijd of hier iets opnemen. Volgende week ga ik reageren, video's, vlog maken. En dan ga ik ook meer uitleg geven over mijn TikToks. En hoe nou verder met. Toch een beetje geld verdienen, maar niet aan social media, maar aan andere klusjes. En toch een beetje goed bijlopen. En daar ga ik het met jullie over hebben, wat ik allemaal, hoe het met mijn geld gaat en hoe ik dingen koop en betaal. Daar ga ik jullie allemaal volgende week meer uitleg over geven. Voor je sandwich, dikke love. Ik zie je later. Voor je sandwich, cool op. Fijne zondag en tot later. Yes.